Welkom in de meisjes, welkom bij Radio Scout, de podcast. Ja, meisjes, wij klikken weer terug op Radio Scout Center. De mooiste tijden, de mooiste hulp op Radio Scout Center. Kijk je mee? Ja, meisjes, ik ga eens even kijken wat we allemaal nog lullen in petto hebben. Voor Radio Scout, de podcast. Ja, ja, meisjes. Wat een hele leuke dag, dat weet ik alvast. Dus we gaan nu lekker kijken. Wat ik allemaal nog kijk op de web. Radio Scout, de podcast. Natuurlijk heeft DJ Maurice ook nog heel veel filmpjes. We gaan nu even kijken. Dit verlicht een optocht in Te Bergen gaat straks om 7 uur in start in Te Bergen. Dus wil je kijken uit onze verlichte carnavalswagens? Het is The Bad Boy. Dus luister mee naar Radio Scout Center. Mijn naam is Snarabakkes. Luister maar lekker mee naar Radio Scout Twente met Gita Maurice aan de knoppen. Het is weer vrijdagavond. De week is door midden, het is tijd voor dit weekend. Ja, het is carnaval op Radio Scout Twente. Dus luister mee, komt ie. Dus dit is Tobias. Ja, doe maar om 6 uur. Is helemaal goed. Oké, dit is Tobias. Dan doen we dat. Unknown. I love. En we gaan lekker verder met lekkere non-stop hits. Dus dat gaan we eens even lekker doen. Dus luister mee op Radio Scout Twente. Met DJ Maurice en DJ Tobias. Dus luister mee, komt ie. Als hij doet. Hallo. Hij doet het niet. Wel een Radio Scout Twente, dus daar komt ie. Op Radio Scout, kom maar! Ik moet je hier met mij
in zijn hart te laten. Jullie wat? Maar het is al zo blij dat ik jou heb ontmoet. Dat ik hier van je heb, dat zijn duizend dromen. Ik moet ik u afscheid nemen, het gaat je goed. Hier wat? Addio, amore, addio, jij moet niet huilen. De zee zal de zon weer voor ons voor altijd gaan schijnen. Dit afscheid er is maar voor even, dus droog nu je tranen. Jullie wat? Addio, amore, addio, ik kom terug. Ja, jongens, meisjes, welkom bij Radio Schouw Twente natuurlijk. Ja, jongens, geweldig op reis van Twente. Natuurlijk met DJ Tobias en DJ Bonnetje natuurlijk. Het was heerlijk vandaag. Ja, jongens, we gaan natuurlijk nog meer lekkere filmpjes. We gaan kijken. Is er wat gebeurd? Wat ik eigenlijk het liefst niet had gewild. Nadat ik de video had gemaakt, is er vanuit beide kanten is er veel gebeurd. Er zijn mensen die mijn video's kijken, livestreams. Ik weet niet of het is gewoon. Iets gebeurt. Er zijn mensen naar de Roeveen Discord gegaan. En zijn daar ruzie gaan zoeken. In verband met de meningen die daar niet mogen worden gegeven. Het is nu in de avond bijna 10:30 wanneer ik dit opneem. Ik heb het even laten bezinken. Ik heb wel overal op kunnen reageren. Ook gedaan, bijna overal. Alleen, het is niet de bedoeling geweest van een video om de haat te maken. Nooit is mijn bedoeling geweest om Roeveen de grond in te trappen. Te zeggen dat het hun fout is geweest. En ja, het is nu avond. Ik zat even te praten via chat, Discord app. Roeveen heeft ook wel een punt. Ik gaf vanmiddag in een video vooral inderdaad, ik kom weer terug op hetzelfde. En was vooral Roeveen de schuld. Maar ik heb zelf ook in gezien dat de meningen en het commentaar dat ik gaf eigenlijk gewoon te veel is. Ik heb eigenlijk een hele lange tijd nooit zoveel mijn mening gegeven of commentaar. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Maar na een lange, ja, sinds een tijdje geef ik ineens. ik, 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 ik,
lijkt nu alsof ik jok, maar ik geef in één keer best veel meningen, commentaar. Ik bemoei me overal mee. Alleen, dat is niet slim. Dat heb ik nu ook wel kunnen zien. Weet je, commentaar, mening geven, dat is iets wat gewoon mag en wat kan. Alleen, er is wel een limiet op hoe je ver gaat en om hoeveel. De meningen en commentaar die ik gaf, waren soms een paar keer per dag. Of waren iedere dag sowieso wel één keer minimaal. Omdat ik gewoon overal mijn mening over geef en commentaar lever. En wat soms gewoon niet nodig heb. En de mensen waar ik goed mee op weg kom, daar ging ik zelfs in discussie mee. Ging ik overal mee. Ik bemoeide me gewoon overal mee wat niet nodig was. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Dat was, hoe zeg je dat? Iemand vroeg van, ik wil de surf joinen. Toen was er een persoon die zei, lees intake mededelingen. En ja, dat denk ik in mijn hoofd van, dat kan wat netter. Maar dan plaats ik het meteen en dan, dan komt er een discussie en dan ga ik erdoor. Dat is gewoon niet de bedoeling. En dat had ik ook niet altijd moeten doen. Eigenlijk heel vaak niet. Weet je, er is ook mij gezegd, meningen en commentaar mag. Maar het zit wel een limiet aan over hoe vaak en waarover. Sommige dingen kon je nog wel redelijk, was er nog wel een reden voor dat je een discussie gaf. Voor heel veel niet. Zoals ik zei, ik heb gewoon, ik zie nu gewoon wel een beetje in van wat mijn fout is geweest en waar ik eerder mee heb gestopt. De mensen waar ik goed mee kon, een tijdje terug, voordat dit allemaal begon, waren goed. Er is vanmiddag meer gebeurd voor de video. Ik had gisteravond, of wanneer je dit ook kijkt, had ik de video opgenomen. Maar toen bleek er andere dingen waren gebeurd ook. Er was een bingo kaart gemaakt. De Tobias Ben bingo kaart. Zelf moest ik er eigenlijk wel een beetje om lachen. We zien dat het nu ook wel weer is gemaakt. Daar moet je tijd aan besteden. Het is nog leuk. Heb je ook iets wat te doen in de middag. In de vakantie. Je kunt toch wel wat meer, maar nog steeds niet. Je kunt nog niet naar festivals en zo. Dus ja. Helaas. Ik had ook wel naar festivals gewild. Want ik ben, weet ik veel. Misschien dat ik het ook wel mis. En misschien dat ik de laatste tijd zo doe, omdat ik tegenwoordig. Binnenkort, over een aantal dagen, is de verjaardag van mijn vader. Dat is gewoon een wat moeilijkere tijd voor mij persoonlijk. Omdat ik hem gewoon best wel jong heb verloren. En dat misschien is het dat ik heb zelf, het klinkt raar, geen idee waar dit allemaal vandaan komt, hoe dit gebeurt en waarom ik dit deed. Ik heb er nu wel, hoe zeg je dat, van geleerd. Ik kan het niet meer terugdraaien. Dat is het jammere. En waarschijnlijk gaan mensen en gaat huilen. Ik heb best wel veel mensen leren kennen in de Roeveen Discord. Niet heel goed, maar ik heb wel contact met ze kunnen krijgen. Maar door wat er nu is voorgevallen, is het gewoon jammer. De tijd die ik in Roeveen
heb kunnen hebben met onder andere Roeven Vokika, waar we een enorm mooi bedrag hebben voor gehaald. Was een enorm leuke tijd. Een hele week lang kunnen streamen voor Kika uit de naam een soort van Roeven als content creators. En voor de mensen, sorry, ik moest mijn titel aanpassen. Ik was de hele dag niet thuis. Het moest GEBANNED. Geen idee of ik nu goed heb gespeld. Anders lingo. Nee, ik ga deze video niet editen. Daar heb ik geen zin in. Daar ben ik te lui voor. Nou ja. ik wil ook weer niet zitten. Weet je, het is gewoon dom wat ik heb gedaan. Ik zag het eerst niet in. Maar soms moet je gewoon even tot rust komen. En een paar dagen tijd geven. En dan is het zelf een moment dat je denkt van... Huppakee. Weet je, Tobias... Dit is wat je fout hebt gedaan. En dat moet je gewoon weten. En ja, dat heb ik net gehad. En ik vind het noodzakelijk om deze video te maken. En voor de mensen die gekwetst zijn om uitspraken. Stafleden van Roeven. Content creators van Roeven. Andere mensen van Roeven die boos zijn geworden. Of iets anders hebben met mij nu op dit moment... het spijt me voor de uitspraken die ik heb gedaan. Onder andere is van dat er een aantal stafleden clowns zijn. Maar dat was gewoon even een boos momentje. Ik trek die woorden bij nu ook allemaal terug. Over de lelijke dingen die ik heb gezegd. Het was niet mijn bedoeling. Ik hoop dat er ooit een gevolg komt. Ooit weer terug in Roeven. Maar de vraag is of dat ook gaat gebeuren. Mocht je iets hebben, laat het weten in de reacties. Ik hoop dat ze nu wel aanstaan. Ik ben een beetje long, vind YouTube, want die zet de reacties uit. Heel vervelend. Maar goed, ik snap wel, ik ben ook een beetje jong. Nou ja, ik zie er heel jong uit. Nou ja, Tobias, je bent ook een beetje jong. Ja, dat is waar. alsnog... excuses voor de mensen die ik heb gekwetst. Ik weet ook dat aan dit allemaal niet is opgelost. De mensen die boos zijn, mij vervelend vinden, ook eens zo reageer. Nogmaals, het spijt me. Ook voor de mensen die nu boos zijn geworden door deze video. Stafleden ook. Waaronder Kniebert. Ja. Sorry voor de uitspraken die ik heb gedaan. Megan. Ook sorry voor de uitspraken die ik heb gedaan. En de andere stafleden die er wat lager mee hebben gedaan. Of iets te maken hadden. Dit was de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Misschien binnenkort nieuw content. Zoals ik vanmiddag al aangaf. En dan zeg ik later... Nee, opnieuw. Later. Later. Goeie. Het is een business. Het is een business. Maar wat gaan we doen? We gaan het doen. Het is een business. Op een reis van 20.
Dus we blikken natuurlijk terug naar de mooie tijden. En dat hebben we natuurlijk ook altijd. Het is wel jammer, dat wel. Maar we moeten natuurlijk ook wel weer gaan werken. Dus we gaan even terugblikken op Ruizen natuurlijk. Ik heb een leuke kerstspecial. Hier is die Timonische kerstspecial. Dus wat een andere naam. Dus als jij toch weer muziek wil luisteren, door DJ Maurice natuurlijk, dan moet je op Radio Scout Twente, dat is onze YouTube kanaal, DJ Tobias en natuurlijk ik mezelf natuurlijk, zijn verhuisd. Volgend jaar in 2020 gaat natuurlijk veranderen. Dan heet het geen Radio Scout Studio in Tubbergen, maar Radio Scout Twente. Maar niet getreurd, we gaan even een leuke dag van maken. Dus luister mee, de laatste nummers van dit jaar. Dit is Radio Scout, de afscheidsknaller. Luister mee, komt-ie. En veel plezier erbij. Dit is de laatste plaat. Wij gaan weer verhuizen op Radio Scout Twente. Dit is de laatste avond. En natuurlijk ook vanmiddag. Dit is de laatste uurtjes van Radio Scout Te Bergen. Dit is de laatste show van Radio Scout Te Bergen. Yeah, komt-ie! Jongens en meisjes, de laatste uitzending van dit jaar. Volgend jaar gaan we verhuizen. Dan heeft het meer geen Radio Scout Studio in Tubbergen, maar Radio Scout Twente. Beer ons te liken en beer ons natuurlijk ook meer te verhuizen natuurlijk op dit andere kanaal. Hij is nu al gemaakt, dus dit is Radio Scout in Tubbergen. Dus luister mee, komt-ie! Boven. En jij om de hoek.
en we vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen, waarom laat ik het doen? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, pas er bij je weet zo goed. Natuurlijk was gisteren natuurlijk ook DJ Tobias te horen natuurlijk op de nieuwe Radio Scout. Twente natuurlijk. En natuurlijk, Tobias is al verhuisd, maar niet getreurd. Wij gaan natuurlijk morgen gaan we de Windheid lopen. 25 kilometer. Oh, geweldig. Samen natuurlijk met DJ Tobias natuurlijk. En natuurlijk mezelf. En met een heerlijke begeleider. Dus... Maar dan gaan we de Windheid lopen, dus wordt zeker ook wel even wat foto's, ik weet nog niet. Maar kom je zeker wat te horen, natuurlijk ook op zijn eigen YouTube kanaal natuurlijk. Dus Radio Scout Twente. Volgend jaar gaan we natuurlijk verhuizen natuurlijk. Dan heet het niet meer Radio Scout Tubbergen, maar Radio Scout Twente natuurlijk. Dus ik vraag jullie nog één de laatste keer. Dit is de allerlaatste uitzending van dit jaar. Dus dat betekent, op dit kanaal komen geen andere filmpjes meer erop. Ja, misschien wel wat anders, maar geen muziekfilmpjes meer. Dus ik weet nog niet wat ik eigenlijk ga doen met dit kanaal. Dus misschien gooi ik wel alles in de prullenbak natuurlijk. Maar ja, dus jouw de vraag. Ga natuurlijk verhuizen, dat is de bedoeling. Dus dit is de allerlaatste uitzending. We gaan natuurlijk verhuizen op Radio Scout Twente. En dat is op mijn YouTube, dat is het YouTube kanaal van DJ Tobias en mezelf. We zijn samengevoegd. En dat is eigenlijk de bedoeling. De mensen die nu zijn geleid op mijn YouTube kanaal. Dat is de bedoeling dat ze naar Radio Scout Twente toe gaan. Om daar weer te liken. En dan krijg je geweldige filmpjes weer met muziek. Samen met DJ Tobias en natuurlijk ik. Dus we maken een hele leuke uitzending van. Natuurlijk. Dus het is de bedoeling om zoveel mogelijk luisteraartjes. Vraag naar je ouders, vraag naar je moeder, vraag naar je zusje, vraag naar je vrienden. Om natuurlijk naar Radio Scout Twente te gaan op onze YouTube kanaal. En beer ons te liken. Dat is het geweldigste. Maar helaas hadden we ook nog een luisteraar. Je raadt het nooit. Van 3FM. En die had ook... DJ Tobias een lijntje gestuurd. Dus zover kunnen we gaan natuurlijk. Dus de vraag voor jullie. Ga mee verhuizen. Dat is de bedoeling. Maar dit uitzending is de allerlaatste wat ik nu maak. Dus geniet nog even. Als het kan. Dus luister mee. Dit is Radio Scout. Nog de laatste in studio in Tilbergen. Dus luister mee. Komt ie. Woe. Are you ready? Conti! Jullie, kom op! Are you ready? Yeah! De laatste uitzending van dit jaar. Radio Scout Tubbergen gaat verhuizen. Luister mee, Conti! Niemand het laatste kind alleen. Woe, komt ie. Laat zijn eigen kind alleen.
Of niet? Je bouwt het liefst een muurtje om hem heen. Jullie, kom op! Je wilt zo graag hun jeugd bewaren en hun veel verdriet besparen. Ja, jongens, welkom bij Ruis voor Twente. Het was een hele fijne dag. Welkom bij Ruis voor Twente. Ja, jongens, we gaan Is je even kijken naar Ruiskoutente? Ja, we gaan even kijken. Show. En morgen nemen we een podcast voor jullie op. Check het. Hier op Radio Scotland. Ja, jongens, nu op Radio Scotland K3 op Radio Scout. Luister mee, hey, K3. Hey, luister naar Radio Scout. Twente! Radio Scout. Met DJ Maurice Robben. Yeah.
Ja, jongens, dat is natuurlijk K3 op Ruis voor Twente. K3! Hey, goeie avond. Check even de ochtenduitzendingen en de avonduitzendingen hier op Radio Scout Twente. Morgen kun je er gewoon ook weer eentje verwachten. En natuurlijk ook een avondshow. En morgen nemen we een podcast voor jullie op. Check het, hier op Radio Scout Twente. Jij man, mooi, jij man, meisje, dit was weer tot een andere keer, tot de volgende keer, dan was het niet meer. Jongen, meisje, dit was weer, tot ziens en doei. Doei. Oh, jongens, wat een weer. Dit is Radio Scout Twente voor stoere scouts met DJ Maurice met prachtige muziek voor jou, voor stoere scouts. Deze popkokkaas. Deze podcast wordt weer gemaakt door Studio Radio Scout Twente. En natuurlijk DJ Tobias en Dieter Maurice natuurlijk, hè. Luister mee op Radio Scout Twente. En kijk op onze www.radioscouttwente.nl. De website wordt nog een beetje gemaakt, maar niet getreurd. Hij was nog mooier dan andere keren. Dus check onze website en veel plezier op Radio Scout. Radio Scout Twente.